en de kleuren gebruiken die je in je kleding ook hebt. Ik voel echt een heleboel glitters. Ja. En er komt nog meer bij. Okay. Het is Oudejaarsavond 2019 en ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Ik sta op het Schouwburgplein met Desiree en Demi. En zij gaan vanavond de stad door om mensen helemaal New Year's Eve ready te maken. En mij dus ook. Ik word vandaag door Desiree geglitterd. Wat gaan jullie vandaag doen? Nou, we gaan een eye-design bij je maken. En je kan zelf de kleuren kiezen, maar ik denk bij jou wel lekker felle kleuren, want dat zie je goed. Ik weet niet of je dat ja hoor. Open staat. Doe het maar. We gaan snelle designs doen en glitteren en de mensen een beetje opvrolijken, hopen we. Okay. En we zorgen dat we lekker opvallend zijn, zodat we goed herkenbaar zijn. En doen jullie dit vaker? We doen eigenlijk kinderfeestjes. En openingen en we gaan wel bij het theater sminken. Maar we wilden heel graag bij de volwassenen ook wat doen. Ja. Dus toen hadden we dit bedacht om te komen glitteren. Oké. Okay. Want wie vindt dat nou niet leuk? Precies. En het is de eerste keer dus dat jullie door de stad gaan om mensen te glitteren. Ja, dat klopt. Ja. Ik vind het wel spannend eerlijk gezegd natuurlijk. Maar ik vind het wel een leuke spanning. Hebben jullie ook een tactiek? Van, of hebben jullie een route uitgedacht? Nou, we dachten in ieder geval wel de witte de wit mee te nemen. Mm-hmm. En wat later op de avond dat we dan naar de brug gaan, richting Kop van Zuid. En ik heb nu zelf al make-up op. Maakt dat uit? Nee, totaal niet. We gaan er gewoon overheen. En dat, die passen kan ik er zelfs op aanpassen. Iedereen houdt van glitters, denk ik. Ja. Oh, wauw! Zo snel! Het gaat snel, hè? Ja, Henny, wat vind jij ervan? Ik ben er echt heel blij mee, dankjewel. Ja, gelukkig. Ja, dank je. Alsjeblieft. Wauw. Nou, ben je wel klaar. Ja, nu ben ik helemaal geglitterd. Juist. Ik ben er klaar voor.